Zwaar bevochten overwinning, of niet? Zeker weten, zwaar bevochten, ja. Voor een aantal weken op rij eigenlijk al dat we de eerste helft heel goed starten met elkaar. En dat we echt bij vlagen heel goed voetbal laten zien. En in de tweede helft wat meer veerkrachtig kampong. En lopen we bij fases een beetje achter de feiten aan, zeg maar. Maar zwaar bevochten zeker. Als je deze over de streep weet te trekken met het warme weer, dan mag je tevreden zijn met elkaar, denk ik. Was het een beetje te doen met het warme weer? Het was lekker dat de eerste helft een drinkpauze was. Dat scheelde wel enorm. Ja, als keeper natuurlijk loop je niet zo heel veel, maar je merkt wel dat het heel erg warm is. Tweede helft was hij er niet. Uiteindelijk de omstandigheden natuurlijk kan je niets van veranderen. En het blijft voetballen. Dus ja, moeilijker dan dat wordt het dan eigenlijk ook niet. Het is even de knop omzetten en volle bak gaan met elkaar. Je houdt Harkemars Boys weer op de been door een aantal goede reddingen. Het gaat de laatste weken goed, of niet? Ja, ik mag niet klagen. De laatste weken dat ik wel een aantal ballen kan pakken en wat belangrijk kan zijn voor het team. Het is ook lekker vorig jaar natuurlijk een beetje na de winststop net aangekomen. Nu heb ik een hele voorbereiding mee kunnen draaien. En ik merk wel dat dat bij mezelf ook vertrouwen geeft natuurlijk. Nou, de trainer spreekt dat ook uit. En uiteindelijk sta je er natuurlijk om die ballen tegen te houden. En ja, dat gaat nu heel goed. En hopen dat dat de aankomende weken nog zo door mag blijven gaan, zeg maar. 4 wedstrijden, 10 punten. Het gaat heel goed. Volgende week tegen Hogeveen. Hoe zie je dat? Wat ik begreep is dat Hogeveen, ik zei het al blessures heeft, dus dat hij niet met de sterkste opstelling kunnen beginnen. Ja, dat is natuurlijk heel sneu als je als debutant in de derde divisie staat. We houden niks van omdat we goed zijn begonnen met 4 wedstrijden, 10 punten, moet je elkaar gewoon wel op scherp blijven houden. En er kan geen onderschatting plaatsvinden, zeg maar, want dan loop je ook dan achter de feiten aan. Het is gewoon met elkaar weer een volle week trainen, volle bak gaan, op donderdag goed voorbereiden op Hogeveen. En dan hopen we thuis dat met het volle publiek dat we weer 3 punten kunnen bijschrijven, zeg maar. Je gaat de strijd aan met Thomas Hoekstra. Hoe is die strijd onderling? Ook natuurlijk met Rin Vlieg. Die strijd is prima. We zijn van elkaar hele verschillende keepers. Een beetje tegenpolen, zo noemen we het zelf eigenlijk altijd. Hij kan wat beter voetballen dan ik en ik pak meer ballen dan hij. En op trainen merk je wel dat we elkaar daar gewoon wel willen versterken. We zijn wel echt een team aan het worden, zeg maar. In het begin is dat natuurlijk heel erg lastig, omdat er gewoon een hiërarchie moet gaan plaatsvinden. Maar nu merk ik wel dat we meer dol op training, meer elkaar proberen ons sterke punten en onze zwakke punten aan elkaar voor te leggen. En daaruit gewoon een ontwikkeling weten te maken. Keeper blijft een vak apart. We zijn met 3 keepers en er kan er maar eentje spelen, uiteindelijk hoe lullig dat ook is. Maar ik vind dat we het met z'n vieren, als ik Remco er ook mee mag bij benoemen, zeg maar, dat we het heel goed doen. Dus dat is heel mooi. En het werkt zich uit. Vandaag een clean sheet, dus in dat opzicht de eerste van het seizoen. Hopen dat we daar ook wel meer van mogen zien dit jaar. Goed voor het vertrouwen. Ja, dat is zeker weten. Goed voor het vertrouwen. Ja, en die punten spelen dan zeker mee. Ik bedoel, als je elke keer 0-0 speelt en je prikt hem zelf ook niet, dan heb je er niets voor aan. En nu dat je belangrijk kan zijn met een overwinning, is natuurlijk ideaal. Dankjewel. Ja, ook bedankt. Top man.